krijgen we een nummer waarin Tom niet alleen begint, maar ook eindigt. Want dit is nou even die nummers waar we dus nu 15 jaar op studeren. En wat al aardig begint te worden. Wat zit er nog niet helemaal in, hè? Het is een jubileumstuk. Ja, Tom heeft ook in mijn vorige big band gezeten. En toen speelde hij ook dit stuk. Speelde hij het beter dan nu, hoor. Maar was je ook een stuk jonger? Ja, dat is waar. Maar ik vind toch, als je zo stom 82 bent... en je speelt het nog zo, nou, dan zou ik best 82 willen zijn. Tom, alle eer aan jou in de kit van Wetbank. Want het is een stukje, want sommige mensen denken dat ik een hekel aan heb. Omdat ik steeds een beetje zit te plagen, want hij is natuurlijk geen 82. Hij is veel jonger. Dan moet ik me alweer inhouden om niet te zeggen veel ouder. Maar ik heb erg veel respect voor hem. En dat weet hij ook wel. Dus zoek u er niet te veel achter. Voor hem heb ik speciaal dit stuk op het repertoire gezet. The Kid from Wetbank. Staan! Ja.
Dat loopt jouw valzangers hier. Nog niet, nog niet. Hoeveel zijn er van 25 jaar hierbij? Ja. 23 jaar, maar die twee jaar ervoor wil hij er al graag in. Maar nou, nou komt het natuurlijk. Hè. We hebben daarover vergaderd. Ik heb daar weken met Aris over gesproken, want dat moest natuurlijk in de buul getast worden. Dus dat werd nadenken. Dat werd nadenken en uitwijzen. Ja, ja. We hebben bespeurd dat met de repetities jij moeite hebt om ons in te tonen. Dan zeg je stop en dan hoort geen stervelingen en dan ga je zo. Dat hoort nog niemand. Daar hebben we het volgende op gevonden. Hans, Hans, let op. Dit mag je uitpakken met het verzoek wel, ja, als het zover is, om het te gebruiken. Het is een gebruiksvoorwerp. Als er een batterijtje is, dan doe ik het. Ik heb het ingepakt, dus het is saai. Dat is saai. Daar heb ik niks van gezegd. Dat heb ik zo even voorbereid. Ze kan goed pakken. Dat heb ik ook wel. Doe jij het nog even tijd in, dames en heren? Steenberoef, die wacht wel. Het is geen man. Oh. Nee, hij zet een fluitje. Ik heb een handtekening van Jan Keizer. Er zit een koordje aan, dat kan niet. Nou, hier, dat is uitgeknipt. Zonder extra repetitie. Succes erbij, bedankt. Maar wil je wel even dat stuk even op? Ja, dat gaat ik nou doen. Dus ik En zo zijn we alweer aangekomen op het ene laatste nummer. Ik vind het een beetje omvliegen eigenlijk. Dat is het nummer van Benny Goodman. De ouderen onder u, die zullen dat nummer stellig herkennen. Dat is Don't Be That Way, met onder andere Klaas Hors op de Fenderpiano. En ik wil nog even zeggen dat u ziet... De tweede. Ja, je kan niet zien of het links of rechts is. Dat is Ben Wezel. Die heeft vanavond de honneurs waargenomen voor iemand die geveld was door de Engelse griep. En hij heeft het op een fantastische manier gedaan. Dus ik zou graag willen, dames en heren, één applausje voor Ben Wezel. Thank you.
Thank you.